2017, dat mag u allemaal nog eens doen, dat mag u allemaal lekker gaan slapen. We gaan weg, hier zijn wij weg. Met Mike was door naar de zesde plaats. Mike was door naar de zesde plaats. Voor mij de Charles de Vries.
Yes, that's going to be a good one. We gaan naar de superfinale. We krijgen bijna de hergroepering. Het zit dicht bij elkaar. 3 seconden tussen 1 en 3. We zullen Lef van Aslaan. Jawel, we hebben 2-3-5. Ondertussen nog 2 ronden te gaan, dacht ik. Ja, nog 2 ronden. Jens Kennen met een vierde plaats. Maarten Huisselten in de top 5. In de vijfde positie stemt er nog 2 met de Kuitklasse. De zesde plaatje. De Rieter op 7. Wietse Rackman op 8. Van Andriët op 9. Dit kan zijn de plaats. Tiemantje Rijn. Anton Kost als de plaats. 11. Mark Boon bij de wedstrijd. De Leider. De Leider is start nummer 8. Van de vijfde tunnel. Charles Le François. Op weg naar de overwinning. De baan met de Bol Suzuki is hier leider. Rijdt van Bonti in de Vierwings. Hij gaat naar de rijden. Daar komt hij aan. De voorlaatste rol. Handen willen we zien. Het applaus. Het applaus voor Charles Le-François. Maar ook voor Ludovic Makler. Naar de tweede baan. Nee, op de tweede baan. Dan altijd Ludovic Makler. En Julien de Paul. En Julien de Vierwings. Kijk eens, kijk de bal op de vierde plaats. Zwart in de blokken vlag. Winnaar van de editie 2017 van de verdorven Supercross is Charles Le-François. Voilà, de winnaar van de 25e editie is gekend. Top voor de Frankrijk, Charles Le-François. En op het einde nog 3.3 seconden voorsprong op Ludovic Magler, zijn landgenoot. Ook de mannen op 3 op het podium komt uit Frankrijk. Julien Lobo, schitterende finale van Jens Getteman. Juist buiten het podium. Mooi voor Marcus Liesoper op 5. Ook Mike Ras op 6. Jurgen Wiebo op 7. Wietse Bergman 8. Kleeman Riatter 9. Nico Wenberg 10. 11. Goel Anton Kostas. Zo, collega's, vrienden. Loop nog niet naar huis. Want we willen absoluut niet alleen voor de guldigen. Kijk eens, de high fives. De high fives van Charles Le-François. Voor al zijn supporters. Hier in de Zeelandhallen, iedereen wil je een high five geven, terwijl wij een pas gevonden hebben. We hebben een pas gevonden van Gerard Carrera. Gerard Carrera die kan zijn bankpas terugkomen halen bij ons. Dan moet hij zijn eigen bal even legitimeren. Of kan hij dat met de organisatie, want ik wil er verder op zijn. Waar moet hij dan zijn? In het restaurant, daar moet je zich melden. Gerard Carrera, jouw bankpas is gevonden. Nou in het restaurant, wij gaan de huldiging doen met de top 3. Hieronder gaat die Charles Le-François winnaar. Voilà, misschien zijn trouwste supporter erbij genomen. Kijk, die zit achterop wacht. Laat u horen, dames en heren. Ik zou zeggen dat u dan ben ik weglopen, want die jongens verdienen dat u absoluut nog even een tiental minuutjes blijft. Zodanig dat Kees en ik dan zelf niet alleen staan. We gaan het onmiddellijk doen, want de jongens worden onmiddellijk tegengehouden. Zo, pak even wat muziek sound uit. We gaan er een mooie afscheid van maken. Ja, ik heb de huldiging uit handen gekregen van mijn Belgische collega Danny van Dongenhout. We hebben fijn samengewerkt deze 2 dagen in de Zeelandhallen. U kan er nog even bij blijven. Het podium staat klaar. De deelnemers komen zich melden. En dan is dat.